dit is de dubbelglas van de BBD. Shanna, goed dat ik je zie. Waar blijft mijn 10 euro? Die heb ik nog niet. Zou zeker je best doen, of dat ding ligt in de sloot. En dan maak je fiets ook nog kapot. Ik heb alles gehoord hoor, dit kan echt niet. Auw, trut, je slaat me! Helemaal niet, dit kwam omdat jij mij duwde, daarom schoot ik uit. Je ga je spijt van krijgen. Ik hoorde dat je ruzie had met mijn broertje. Nou, dat viel wel mee. Viel wel mee. Ik hoorde dat je hem in zijn gezicht had geslagen. Viel dat wel mee? Dat is helemaal niet gebeurd. En het ging per ongeluk, want het kwam ook omdat hij mij duwde. En toen schoot mijn hand uit, dus... Denk maar niet dat ik het pik dat jij mijn broertje slaat. Als jij Kevin nog één keer lastig valt, weet ik je te vinden. Dus je blijft uit zijn buurt. Begrepen? Ik vind het echt heel stom hoe vanochtend is gegaan. Ik heb je echt niet met opzet geslagen of zo. Sorry daarvoor. De enige manier die het goed kan maken is als je me morgen 10 euro geeft. Ja, maar het ging toch per ongeluk. En ik heb ook geen 10 euro. Als je morgen die 10 euro niet hebt, dan stuur ik mijn zus op je af. Die ontmoet toch? Hij wil nu ook geld van mij, dus ik moet hem 10 euro geven. Wil Kevin van jullie ook geld? Van jou ook? Hij wilde vorige week 10 euro, nu weer 5. Moeten we toch niet pikken? We moeten echt naar een docent gaan of zo. Nee, echt niet. Ik geef Kevin gewoon zijn 10 euro en dan laat hij me met rust. Die meid is hartstikke gek. Heb je het geld? Hallo, ik vroeg je wat. Ik heb het nog niet. Wat heb ik je gezegd? Want ik krijg nog 10 euro van Shanna, 10 van Yuna en 5 van Julia. Je bent gewoon een watje, daarom hebben ze nog niet betaald. Yuna, die 10 euro. Ja, die krijg je niet. Nou, zeker weten wel dat ik die krijg. Ben je vergeten wat ik over mijn zus heb gezegd? Nee, tuurlijk ben ik het niet vergeten. Sterker nog, ik heb gezien hoe vervelend jouw zus tegen jou doet. Alleen omdat je nog geld krijgt van mij en andere meiden. Ik ga sowieso niet naar een docent. Dan wordt het alleen maar erger. Nou, prima, maar ik ga straks sowieso naar meneer Abouab. Want ik laat me echt niet afpersen en bedreigen, hoor. Nee, ga niet naar meneer Abouab. Die is fan van Nina. Die gaat het nooit geloven dat zoiets doet. Hoezo duurde dat zo lang? Denk je dat ik niks beters te doen heb? Nou, het geld gaat sowieso naar jou, dus dan geef ik het liever aan jou, zodat ik zeker weet dat het hier komt. Ja, oké, kom dan. Wat is dit? Kevin heeft toch 10 euro gezegd? Ja, ik vond 5 euro wel genoeg. Zie ik, je hebt je geld. Goed, meneer, dat u komt. Yuna bedreigt me. Niet liegen. Ik heb het gezien. Je gaat mee. Ik lieg helemaal niet. Yuna bedreigt me. Ga je ouders bellen? Meneer, ik zweer het. Ik heb helemaal niks gedaan. Yuna heeft mij bedreigd. Ik geloof je niet. Je liegt. Kom je? Ja. Oké, jongens, moet je opletten. Ik heb een ziek leuke prank met dit ding en die man daar. Kom, kom, kom. Wat doe je nou? Hey! Hey. Hey, rennen, rennen, rennen! Hey. Buurman, wat is er gebeurd? Oh, die twee rotte jongens, kijk. Hebben ze hem vastgezet. Kijk. Zou ik anders even hulp halen? Ja. Heeft iemand misschien iets gezien? Nee. Best wel toevallig dat Ryan en Scott het rotzooi hier rondhangen. Precies de jongens waarvan je zou verwachten dat ze stomme grappen zouden uithalen. Ik denk dat je het jaar niet gaat halen als het zo doorgaat. Ik heb maar een paar tekorten en die haal ik makkelijk op. Kijk, waar het bij mij om gaat is, wij snappen de situatie thuis. Met je vader die weg is. Het enige wat we proberen te zeggen is dat als jij je niet kan concentreren thuis of je huiswerk thuis niet kan doen, dan moet je even aan de bel trekken, want dan kunnen wij er ook gewoon wat aan doen. Stond je me nou af te luisteren? Nee, dat is het niet. Ik ving gewoon iets op over je vader. Mijn vader is ook weg, dus vandaar. Mijn ouders zijn gewoon net gescheiden en mijn moeder heeft gewoon liever niet dat ik mijn vader zie of zo. Als je wil, kan ik je best een keer helpen met leren of huiswerk of zo. Serieus? Ja, als je dat handig vindt. Lijkt me echt fucking chill. Het is maar een film, bro. Je wil toch zelf dat ik film? Het is maar een... Bro, tuurlijk, maar geef gewoon hier, verwijder gewoon. Wat doe je nu moeilijk? Het is maar... Rustig. Oh, alsjeblieft. Hé, wat doen jullie allemaal? Waarom doe je nou weer zo irritant? Hij heeft al genoeg gezeik aan zijn hoofd met thuis en dan kom jij er nog even bij. Hij is hartstikke aardig, hoor. Wat kan jij me eens goed, zeg? Hey, kom je? Ja? Hey, moet je opletten. Ik heb een superleuke prank met dit ding en die man. Let op, kom mee, kom mee. Ik zou nooit voor de lol een ouder iemand zo laten schrikken. Als ik wist dat hij dat zou doen, dan had ik hem echt tegengehouden. Maar hij deed gewoon ineens. Ik nog denken dat hij aardig is. Ja, heel rot dat je ouders uit elkaar zijn en dat je je vader niet meer ziet. Maar zoiets doe je toch niet? Waarom zou je dat ooit doen? Ik snap het niet. Je gaat toch niet zomaar zoiets doen? Ben je wel goed? Wat doe je? Laat los. Wat doe je? Ben je gek bij je hoofd of zo? Hey. Meekomen, Puk. Scott is begonnen. Hij is altijd degene die zo nodig overal geweld voor moet gebruiken. Hoezo? Ik ga me dit filmpje sturen en ik ga de politie inlichten. Politie? Ja, de politie.
Laat hem met rust. Hoezo? Nee, het is goed. Scott, help me vandaag een beetje. We hebben net samen boodschappen gedaan. Meneer Abouab kwam thuis bij mij praten, maar ik mocht kiezen of meneer Jans helpen of de politie werd ingelicht. Je wordt bedankt. En jullie zijn op weg naar een heel leuk project. Oké, lieve mensen, jullie mogen je maatje gaan zoeken. En het wordt superleuk. Hey. Hoi. Heb je al iemand gekozen voor je muziekopdracht? Ik ben nog aan het nadenken. Ik weet nog niet zeker. Ik heb wel veel opties. 3 keer raden. Ik hoor in ieder geval geen babystem, dus ik denk Gijs. In 1 keer goed. Nu moet ik het opnemen tegen een 2e klasse. Schattig dat hij denkt dat hij echt concurrentie voor mij is. Ik bedoel, kijk naar hem en kijk naar mij. Ik kan wel zingen, maar niet zo goed. Of eigenlijk, zeg maar... Ik kan nog slechter zingen dan een dove kat. Ik wist het wel. Je moet gewoon doen alsof je onder de douche staat. Ik moest dus niet alleen zingen, maar ook in mijn gedachten naakt zijn. Hoe helpt dat? Zing je niet onder de douche? Doen mensen dat? I could buy myself flowers. I would my name in the sand. Weet je wat echt een goed idee is? Wat echt super grappig zou zijn? Als het op de intercom laat horen. Is dat niet een beetje lullig of zo? Cheyenne is best wel cool. Ze heeft alleen af en toe een zetje nodig. Het voelt een beetje gemeen of zo. Maar ik hou wel van stoere meisjes. Dankjewel. Beste leerlingen. Hier volgt een concert van Emile. Hé, de zon moet je mee naar de Idols. Mooi gezongen hoor. Meneer, kom op. Natuurlijk heb ik mezelf niet laten horen over de intercom. Heeft u gehoord hoe vreselijk ik klonk? Als jij het niet was, wie dan wel? Sorry, maar dat kan ik echt niet vertellen. Je mag de hele middag nablijven. Dan kan je heel goed nadenken over wat je hebt gedaan. Eerst heb je me voor paal gezet voor de hele school. En nu heb ik ook straf. Voor wat? Ik heb niks gedaan. Wist je dat Bergman mij probeerde te overtuigen dat ik jou zou verklikken? Maar ik heb natuurlijk niks gezegd. Dan ga je nu een beetje zielig lopen doen, want hij moet wijnen. Doe niet zielig. Oké, nou, kom je? Ik heb geen zin meer. Pff, wat vermoeiend, jongens. Stel dat je brave bruggers. Ga maar lekker dweilen dan. Moet ik je helpen? Nee, hoeft niet. Je hebt al genoeg geholpen. Nog iets met pauze. Weet je dat ik altijd doe? Ja, pauze. Yo. Heb jij een oogje op iemand? Wat? Ik zag je wel. Je telefoon daar neerleggen. Denk je nou echt dat hun gesprek zo interessant is dat je moet gaan afluisteren? Dat is niet zo netjes, hè? Mijn ex afluisteren. Ja, sorry. Vind je het leuk of zo? Ja, homies wel. Knap. Niet meer doen, hè? Wat vind je eigenlijk van mij? Nou, knap of zo. Weet je wat? Ik ga even met haar praten. Ja? Dan zeg ik gelijk hoe tof je bent. Echt? Wil je dat doen? Geen stress, man. Komt goed. Misschien wordt hij wel mijn beste vriend en Romy mijn vriendin. Gijs belt. Wat moet ik nu doen? Ik dacht dat hij snapt dat ik geen contact meer wilde. Ja, ik was gewoon benieuwd hoe het gaat in de brugklas. Gewoon... Of er nog leuke jongens zijn. Rijn misschien? Vind je Rijn leuk? Nee, ik vind hem niet leuk. En ook als dat wel zo was, dan gaat het je helemaal niks aan. Ze ziet je echt vet zitten, man. Serieus? Zeker. Ze wil gewoon dat de jongen echt zijn best doet. Gewoon, hoe meer moeite dat jongen doet, hoe leuker ze het vindt. Rijn is echt een rare gast. En Romy is een bitch, omdat ze het met me heeft uitgemaakt. Dus die twee passen prima bij elkaar. Zijn er nog vragen over chemische binding? Of is het allemaal wel duidelijk zo? Ryan. Ja, ik heb nog een vraag. Ja? Maar niet aan nu eigenlijk. Wat ga je nou doen? Lieve Romy, jij en ik, wij voelen allebei de aantrekkingskracht. Wil je verkering met me? Ja, jongens, hé, hou eens op. Sorry, maar... Nee. Kijk, dit is iedereen zo weer vergeten. En wat er dan overblijft is, nou ja, hoe stoer jij was. Dat je dit gewoon zo voor de klas ging vertellen. Super dapper. Wat is dit? Verdamme. Is dit zand? Eeuw. Wie doet er nou zand in iemands kluisje? Wat? Ryan. Dit
kan echt niet. Wie zegt dat ik dat... Ik heb dat helemaal niet gedaan. Oh ja, ja. Ja, ik geloof er echt helemaal niks van. Het is echt een hele gemene actie, hè? Misschien was het wel je ex. Mm-hmm. Oh, ja. Ja, het was mijn ex. Nee, oké, als we zo gaan beginnen, zoek het lekker uit. Kan toch? Loser. Nou meneer, ik heb weer boodschappen gedaan, hoor. Oh, dankjewel, hè, jongen. Echt lief, hè, van Scott. Dat hij zijn vrije tijd eenzaam met bejaarden gezelschap houdt. Nou ja, hij is helemaal niet lief, want hij moest dat gewoon doen. Zo'n werkstraf. Wat? Ja, hij heeft mijn buurman aan de paal vastgezet, daarom moet hij dat doen. Nee joh. Echt? Dat kan echt niet. Hebben jullie dat filmpje niet gezien? Nee. Wat? Dat kan echt niet. Wij gaan vandaag in tweetallen werken. En we gaan aan de slag met een portret tekenen van je klasgenoot. Sanne, een Olivier. En Zoe en Arvin. Ja, maar kunnen we niet gewoon zelf tweetallen maken? Dat gaat toch veel makkelijker? Nee, dit is hoe we het gaan doen. Nou, Scott en Puk. Samen. Sorry, maar ik wil echt niet met Scott. Ik wil echt heel graag met Lara. Dus misschien dat wij deze opdracht... Nee, het heeft geen zin om te protesteren. Dit is hoe we het gaan doen. Weet je, iedereen verdient een tweede kans, Puk. Ja? Ik weet heel goed hoe dat voelt. Ik bedoel, ik ben ook jong geweest, net zoals jullie. En ik heb ook iets gedaan waar ik niet heel trots op ben. Ik heb mijn vriendin een keer echt omver geduwd. Ik heb daar straf voor gehad. Ik heb daar sorry voor moeten zeggen. Nu is ze mijn beste vriendin. Oh, zou je misschien heel even willen wachten? Ik kom er zo aan. Ja, ik loop niet weg, hoor. Zou je mij misschien willen helpen? Met wat? Oké, okay, of je Scott dus in de gaten kan houden. Hij gaat morgen wandelen met mijn buurman. En ik weet gewoon dat er iets niet klopt. Maar ja, hij weet al dat ik hem in de gaten hou. Dus dan valt het misschien te veel op. Ja, Scott is ook helemaal niet te vertrouwen. Letterlijk overal waar hij komt, klopt wel eens niet. Maar, kan je helpen? Ja, nee. Ik ga eigenlijk al een tijdje niet meer met hem om. En dat wil ik graag zo houden eigenlijk. Dus... Nou, dat was gezellig, hè? Ja, altijd supergezellig met u, meneer. Als ik nog een keer nodig heb, hè, zou fijn zijn. Ja, dan weten we elkaar te vinden. Misschien wel snoep of zo, dat is ook wel... Ja. Oh, kijk even voorin. Volgens mij zit daar nog snoep voorin. €30 aan snoep en beltegoed. Was je bij de snoepwinkel of bij de supermarkt? Of was je op zoek naar beltegoed? Wat? Nee, waar slaagt dit op? Denk maar niet dat ik dom ben. Hier, dit zijn allemaal bonnetjes van dingen die jij voor hem hebt gepint. Hier, je gelooft me niet, hè? Kijk, de kleinkinderen van meneer Jansen, ja, met een zak snoep, heb ik voor ze gekocht met het geld van meneer Jansen, met zijn toestemming. En hier, meneer Jansen zelf, met een dikke duim omhoog. Oké, okay. Sorry.